Dames en heren, ik ben dus niet een goed betaalde propagandist. Kennelijk is zo'n ministerie zo bang voor bad publicity, dat ze dan denken, oh, jezus, die misschien gaat hij wel in een programma zeggen dat we het niet... Oh ja, weet je wat, geen gelul, 100 miljoen. Het verlossen, kunt u mij horen? Het gaat nu wel erg goed met de vaccinaties. Het gaat ja, erg snel. Ja, dat moet je zeggen, dat nadat we wel erg traag gestart zijn... Ja. Het had beter gekund. Zijn we flink op gang gekomen. Want nu zijn er ook mensen aan de beurt. Die door mij kijken als kleuters worden beschouwd. Dus. dat loopt wel, ja. Ja. Dus ik weet niet of Hugo daar nog voor de rest invloed op heeft gehad. Maar. Omdat de instituties die dit opgedragen hebben gekregen begonnen. We zijn nu aan het functioneren zoals ze hadden moeten functioneren. Vanaf mij betreft vanaf half december. Maar dat was toen jammer genoeg niet zo. Nee. Nee, maar punt blijft nog de Afrika onder andere, hè, en India, de opkomende landen, zeg maar. Nou ja, Biden die gaat dus 500 miljard vaccins weggeven aan ontwikkelingslanden. Ja, 500 miljard, dat is niet voldoende natuurlijk. Ik zou zeggen, alle rijke landen dienen alles op alles te zetten om zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat die grote ontwikkelingslanden, India en zo, eventueel Brazilië, Chinezen hoef je ze niet te vertellen. Om die te vaccineren in verband met de ontwikkeling van varianten van het virus in dergelijke enorme haarden als er zijn in dit soort van landen. Het zijn hele grote landen. Dus ja, het is ook in ons voordeel in allerlei opzichten om daar zo snel mogelijk werk van te maken. Ja, want we gaan zo meteen natuurlijk wel overal op vakantie. En voor je het weet neem je weer wat mee. Ja, nou, ik ga naar Texel, dus ik neem aan dat de lokale bevolking daar normaal onder gevaccineerd is. Maar... als je gekke plannen hebt, dan... Hoewel, ik zag net dat je in principe nu vrij kunt reizen in Europa. Ja, ja. Ik las ergens dat jij ook schreef dat het mooiste moment vind ik als ik de boot op ga in Den Helder naar Texel. Ja. Dat is een schitterend moment. Ja, nou, je moet eerst je auto dan op het dek zetten en dan klim je auto uit. Dan ga je aan de reling staan en dan kijk je naar het Maasdiep waar je overheen vaart. Maar je mag uit de auto? Ja, ja. Nou, is het in de coronatijd niet, maar onder normale omstandigheden, ik neem aan, nu weer wel. Ja, dat is natuurlijk voor die bootmaatschappij is dat ook een heel lekker cateringzaakje, dat begrijp je. Oh, ja. Iedereen wil daar een broodje en een kop soep en al die andere overbodigheden. Maar ik doe dat nooit. Ik ga aan de reling staan en kijk naar het Maasdiep. En dat is eigenlijk altijd even prachtig. En ja, het sterke punt van Texel is toch, geldt voor alle Waddeneilanden natuurlijk, het zijn eilanden. Je hebt toch het gevoel dat je in een ander continent beweegt. Hè? Misschien een heel klein continentje, maar toch een klein continent. Ik vind het wel een existentieel moment, ja. Mochten ze een brug bouwen, dat zal er niet van komen. Maar mochten ze een brug bouwen, dan stop ik er ook mee. Dan is het voor mij is het klaar. Volgens mij is de boot... staan een tunnel, dat zal zeker niet gebeuren. Nee. De boot naar Texel gaat volgens mij wel in een rechte lijn. Als je naar andere Waddeneilanden gaat, dan moet je tussen die zandbanken. Ja, bovendien is dat naar de andere Waddeneilanden een veel langere vaarttocht. Want dit gaat vrij snel. Dit is 20 minuten gepiept. Ja. Ja, nou als je naar... Ik was op Ameland, volgens mij. En dan gaat hij dus... Weet ik, het is meer dan een uur, toch? Ja, zigzaggend gaat hij dan tussen die zandbanken. Ja, hij moet door die wadden zijn natuurlijk koersen. Ja. Maar Maasdiep heeft niet, geloof ik, geen zandbankenprobleem. Nee. Nog één actualiteitsdienst. Ja, we moeten nog even, sorry voor Siewert, maar we moeten even aangestipt worden. Omdat het wel steeds gekker en gekker wordt. Hè? Eerst denk je nog, nou ja, hij wou deze best en iedereen was er van onder de indruk. Maar nu... blijkt dus dat er intern vrij kordaat tegen een dergelijke aankoop geadviseerd is. Namelijk door dat bureau wat de aankopen moest doen voor het ministerie. Zijn nee, het is helemaal niet nodig. We hebben ruim voldoende besteld of in de bestelling zitten. Dus ja, dan begint het wel heel gek te worden dat de top van het ministerie dit doorgezet heeft, deze zonderlinge aankoop. Ja, ja. Hij is ook opgetreden in zo'n tv-programma. Ja, maar ja, daar zijn we ook niks recent wijzer van geworden. Ja, waar die boos wegliep na afloop, heb ik gehoord. Je bedoelt bij Buitenhof? Ja. Oh ja, had hij er niet moeten gaan zitten, want ja... Hij wilde zijn carrière redden. Hij wilde zijn carrière redden. Ik zou zeggen, zijn carrière is zodanig solide getorpedeerd door hemzelf. Ja, dat komt voor, hè, dat je als duikbootkapitein wil zo'n ding zal lanceren, zo'n torpedo, en dan blijft hij in de buis zitten. En ontploft hij dan, nou, dat is bij hem een beetje het geval.
Siewert is echt de kapitein van een onderzeeboot waar de bom in zijn eigen boot ontploft. Ja, zoiets is het wel, ja. Ja, ik begrijp niet dat hij dit ook... Ja, het schijnt toch een redelijk intelligente jongen te zijn, maar dit hele probleem heeft hij kennelijk niet aanzien komen. Ook het idee dat hij het wel geheim zou kunnen houden, is ook, dat werkt ook lichtelijk op mijn lachspieren. Dit soort van dingen, zeker. Kijk eens, hij heeft dat gekregen omdat hij publicitair in de kijker loopt, nietwaar? Hij lijkt iemand van invloed, wat trouwens pure flauwekul is. Ja, god, hoeveel mensen hebben hun zegje niet bij De Wereld Draait Door gedaan. Dat stelt nou werkelijk geen ene reet voor, maar kennelijk is zo'n ministerie zo bang voor bad publicity, dat ze dan denken, jezus, die Siewert, ja, die misschien gaat hij wel in een programma zeggen dat we het niet... Nou ja, weet je wat, geen gelul, 100 miljoen, is ook nog voor gefinancierd, had er geen enkel risico gelopen. Nee, ik vind het wel een rare zaak. Ik vind ook dat die Van Ark ervoor moet zorgen dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht. En wie ook de verantwoordelijken zijn, dat die zich verantwoorden. Waarom is dat in godsnaam gebeurd? Als de deskundigen die het ter plekke hebben benoemd, als die hebben gezegd, doe het niet. Wonderlijk, wat, toch? Wat betreft had jij ook kunnen zeggen, ik ga die inkomen... Ja, ik had ook van die dingetjes. Ja, maar dat ligt helemaal niet op mijn weg, moet ik je zeggen. Ja, ik had ook geen contact in China, dus... Er is niets van gekomen. Bovendien heb ik niet de ambitie om alsnog 9 miljoen te verdienen van de Nederlandse staat. Ja, met een deal van Jan Doedel. Het is. Ja, laten we ook eens uitzoeken hoeveel andere mensen die vergelijkbare deals hebben getroffen met de overheid aan deze zaak verdiend hebben. Die niet bekend je zijn. Precies, die helemaal niet bekend zijn. Maar je voelt wel dat de marges daar minimaal even groot zijn geweest. Ja. Het is wel een hele makkelijke manier om geld te verdienen. Hè? Het begint een beetje aan onroerend goed te denken. Ja, ja. Nou, daar komen vast ook wel... een licht criminele sector, hè, zoals je weet. Ja, er komt nog wel een parlementaire enquête, vermoed ik. Dat komt er zeker. Ja, we krijgen een hele zwik parlementaire enquêtes in dit, als dit nieuwe kabinet ooit van start gaat. Ja, misschien kunnen we zo'n scootmobiel sturen, dat er een beetje vaart wordt gemaakt. Ja, dan maken een beetje een invalide indruk. Of van die looprekjes, zou dat niet ook iets leuks zijn om het een beetje symbolisch te houden? Om het tempo een beetje op te voeren. Ja, misschien vindt Mariette Hamer dat wel een heel goed idee. Het is scootmobiel. Ja, kijk, ik denk niet dat daar Mariette van Hamer ligt, eerlijk gezegd. Ik denk dat het aan de verwarring en de algehele lulligheid ligt van de participanten. Ja, Mariette had wel dat rapport wat natuurlijk later kwam, hè? Kijk, Rutte wil natuurlijk niet op zijn poot spelen, want ja, die zit er ook een beetje raar in. Nou, Wopke is wel een van de slechtste politieke leiders die ik in de afgelopen decennia aan het werk heb gezien. Dus ja, zo schiet het niet op. Dat is wel duidelijk. Oké, één puntje nog, maar misschien zijn we daar snel mee klaar. We hebben natuurlijk nu weer al die EK-toestanden. Het is hier in de straat gelukkig helemaal niet oranje, dus niets versierd. Dat gaat hier ook niet gebeuren, tenminste. Ik woon hier nu even kijken sinds 78, dus dat is 43 jaar als ik goed reken. Maar ik heb het nog nooit oranje gezien. Dus ja, als dat zou gebeuren, moet je verhuizen, hè. Moet je naar een ander. Ja, ik zou misschien zo'n doek uit het raam kunnen hangen dat ik sympathiseer met de tegenstander of zo. Met Duitsland? Ik vind ook die tv-reclame waar je overigens als normaal mens niet aan ontsnappen kunt. Wat een treurig infantilisme. Wat een diep vernederend beeld schept dat toch van de modale voetballiefhebber. Niet waar? Tjonge, jonge, jonge. Welke commercials heb je dan over? Allemaal. Allemaal even stom toch. En dan ook nog. Ja. Het is van een lachwekkende domheid, dat is het. Ik denk dat die supermarkten daar heel blij mee zijn, want die kunnen weer wat extra verkopen. Zou je denken? Een extra oranje taartje of zo. Een tompoes? Goed, dat had toch wel een iets subtielere, misschien zelfs licht ironisch, ik weet het niet. Maar dit is wel van een vernietigende treurigheid. Oké. Okay. Kijk, ik vind het ook heel jammer dat Rob Kemp zich... met deze rare zaak heeft hij gelaten. Oh ja, die zit daarin, ja. Dat klopt. De winnaar van de slimste. Ja, zeker. Hele intelligente jongen die veel wist. Maar ik begrijp ook wel dat hij hiervoor heel redelijk bedoond wordt. En dat hij dacht, ik zeg geen nee. Ik heb soms zeker een jaar niet op kunnen treden. Maar het had wel iets subtieler gekund allemaal. Maar ja, dit liedje van links naar rechts is ook van hem. Ik weet het. Ja. Nou, je kunt zeggen dat hij slim is geweest, dat hij heeft ingeschat, dit slaat aan in nou, de samenleving. Wat nog gekker is natuurlijk dat de KNVB boos was, dat ik begrijp, ik weet niet welke supermarkt
Rob Camps had gehad, gesponsord of had gebruikt. Was dat de Jumbo of wat, de Lidl of zo? Ja, een van die twee. Volgens mij de Jumbo. Ja, dat niet mocht van de KNVB of zo. Heeft de KNVB een soort alleen vertoningsrecht op Oranje Jubel. Ja. Die is dat voor lulkoek, ja. Hè? Maar ja, goed, je weet wat het is. Check van Gelder komt ook iedere keer weer wordt van stal gehaald. Hè, als er een EK is, die moet dan weer heel enthousiast commentaar doen. Ik zou voor alle personen die bij een van deze advertenties betrokken zijn geweest, dienen zich diep te schamen. Ja, ik las dat er mensen waren die het vervelend vonden dat ik af en toe afgeleid raakte door andere interessante onderwerpen. Dan kunt u nu even naar de wc, want ik ga even een ander interessant onderwerp bespreken. Want wat reed er voorbij? Een zwarte MG. Ja, een elektrische, hè? Een elektrische MG. Dat ding wordt in China gemaakt. En het interessante is dat niemand meer weet wat MG betekent. Maar MG was een heel bekend Engels automerk. Sportwagentjes. En waar staat MG voor? Voor Morris Garage. Hè? Of Garage, ik weet niet precies hoe de Engelsen dat. En dat vind ik zo curieus dat dat ding daar voorbij rijdt met dat merkje MG. Hè, wat in mijn jeugd nog enorm betekenisvol was. Had een beetje een mythische status. En nu is het een elektrische auto die in een mij onbekende Chinese provinciestad wordt gemaakt. Er zijn tal van steden in China, waar is natuurlijk ook de grootste automarkt tegenwoordig. Ja, ik hoop dat u weer terug bent van de wc. Dus dan kunnen we even door met het onderwerp waar we het daadwerkelijk over hadden. Namelijk het Bill als minister-president. Over Bill is een beetje een grijze figuur. Daar is er niet zo verschrikkelijk veel over te vertellen. Bij allerlei gelegenheden dat er in Nederland problemen moesten worden opgelost, werd Bill van stal gehaald. Hij heeft ook nog als een minister-president geweest in een tussenkabinetje. Als Drees ermee ophoudt, maar zover zijn we nog lang niet, want eerst moeten we Drees doen. Drees wordt in 1948 minister-president en hij doet dat 10 jaar lang, tot 1958. Er zijn meerdere kabinetten Drees geweest. En Drees wordt eigenlijk wijd en zijd beschouwd als verreweg de beste minister-president na de Tweede Wereldoorlog. Daar zit best wat in. We zullen zo zien of hij nog serieuze concurrentie verdient, ja of nee. Maar hij was een voortreffelijke minister-president, zoveel is duidelijk. En overigens was hij een overtuigde sociaaldemocraat, zonder meer. Maar wat hij heel goed kon, wat natuurlijk toch een nuttige taak is voor een minister-president, is dat hij zichzelf daar zag als een, niet als onpartijdig, want dat was niet nodig, maar toch als wel enigszins staande boven de partijen. Want dat is ook heel eigenaardig bij Drees. Dat je tegenwoordig een tal van oudere VVD'ers die zeggen, ja, ik stem nu natuurlijk VVD, maar als er nog zo iemand als Drees was, dan zou ik op Drees stemmen. Ja, dan denk ik altijd, ja, dat zal best wel. Dat had je toen ook niet gedaan, eerlijk gezegd. Maar goed, hij wordt algemeen, hij was een man met een voortreffelijke voorzitter van de ministerraad. Hij had een spreekwoordelijke zuinigheid, dat vinden Nederlanders altijd fijn, daar kunnen we ook nog wel wat anekdotes over vertellen. Hij kende de dossiers vaak van avond tot gort, vaak beter dan zijn eigen ministers, dus kennelijk werd er ook hard gewerkt. Het was een intelligente man in alle denkbare opzichten, hij is ook 101 geworden, dus wat dat betreft is hij door de heren ook ruimschoots beloond. En hij is 10 jaar minister-president geweest. 10 jaar natuurlijk waarin Nederland in een rap tempo welvarender werd. Maar ook bovendien de bevolking ook groeide in een rap tempo. Voor zover je later misschien kunt twisten over de vraag of Lubbers beter was of slechter was dan Drees. Ik denk dat de meeste mensen Drees nog steeds wel beter vonden. Zeker de ouderen, zonder meer. Maar dan moet je er natuurlijk wel bij zeggen dat het Drees meezat wat betreft de conjunctuur. Die 10 jaar natuurlijk, die vallen precies in die stormachtige economische ontwikkeling die Nederland eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog doormaakte. Jaren 40 waren schaal voor alle Nederlanders. Nou ja, behalve misschien rijke mensen hebben, daar is het nooit schaal. En ook zeker het begin van de jaren 50 was nog schaal. Maar ik denk dat je zo eind jaren 50, toen kon je de eerste signalen van de welvaart begonnen toen duidelijk te worden. Al is het natuurlijk wel leuk om te weten dat in 1960 volgens mij er in Nederland 400.000 auto's waren. Ik dacht dat het nu in de orde van 9 miljoen was. Hè, zoiets dergelijks. Dat geeft al een beetje een indicatie van wat er in Nederland veranderd is. Omdat de auto natuurlijk ook in allerlei opzichten een soort van infrastructurele revolutie heeft veroorzaakt.
waarvan je ook weer achteraf afvraagt, hadden we dat ook anders kunnen organiseren. Je moet wel heel erg goed openbaar vervoer hebben, wil je de voordelen van de auto teniet kunnen doen. Ja, dat is natuurlijk vloeken in de kerk voor veel mensen die willen dat we allemaal fijn met de bus gaan. Ik zou zeggen voor al die, vooral jonge mensen die dat vinden, ik kan u aanbevelen, ik weet niet of u nog grootouders hebt die op een vrij forse leeftijd zijn, maar als u bijvoorbeeld nog een opa of oma heeft lopen van een jaar of 80, die moeilijk ter been is en niet zo snel meer beweegt en reageert, zou u haar dan eens mee willen nemen op een tripje in het Nederlandse openbaar vervoer? Dat begint al met de interessante ontwikkeling dat u stapt in de bus naar het station vanzelfsprekend. En terwijl u nog niet zit en uw slechter been zijnde opa of oma ook nog niet zit, voor u maakt het geen zaak uit, geeft de chauffeur al flink gas met de bus. Met als gevolg dat uw opa of oma als een kanonskogel van voor in de bus naar achter in de bus vliegt en daar op gruwelijke wijze neerstort. En waarschijnlijk zijn hoofd stoot of zijn arm breekt of zo. Waarom die chauffeurs dat doen, dat is mij nooit helemaal duidelijk. Maar dat, ik zou zeggen, wacht gewoon, wat zal het zijn, 15 seconden, 30 seconden. Nou ja. En dan natuurlijk, u moet wel een beetje een druk momentje uitzoeken op het station. En dan stapt u met uw bejaarde opa, stapt u gewoon in de tweede klas. En dan moet u zich met die opa door die kluwen van beroepsvechters die daarin stapt, niet waar, moet u binnen zien te komen op tijd voordat het. Nou, kortom. Er zit leuk hartstikke leuk openbaar vervoer, maar je moet jong zijn, je moet goed ter been zijn, je moet vlot zijn. Dat moet u allemaal zijn. Als u dat niet bent, wat dacht u van? Ik geef dit, ik zie een verhaal wat zo uit de werkelijkheid gegrepen is. Mijn bejaarde moeder ging nog wel eens met een koffertje naar Amsterdam om daar naar mijn broer te bezoeken. En dan was ze op station Utrecht, moest ze overstappen. Ze kwam met een stoptrein uit de binnenlanden. En dan stond ze op perron 2, daar gaan de treinen naar Amsterdam weg. Maar ja, dat was wel eens iets. En dan werd 1 minuut voordat die trein kwam, werd omgeroepen. De sneltrein naar Amsterdam zal dadelijk vertrekken op spoor 14B. En daar staat mijn moeder, die weet helemaal niet waar 14B is. Dat is bovendien ongeveer 1 kilometer lopen, 14B. En als het nou 1 keer gebeurde, alleen dan wacht je op de volgende. Maar dit gebeurde aan de lopende band. En mijn moeder zei tenslotte, ze kunnen de pot op, ik ga niet meer. Dat heeft ze ook niet meer gedaan. Rijden toch van die busjes rond voor oudere mensen? Op het station? Nee, niet op het station, maar in het algemeen. Die komen je toch thuis ophalen en die breng je dan ergens naartoe. Oh, nou, dat was toen nog niet in ieder geval. Ja, maar nu wel, toch? Oh. Komen die hier nooit in de buurt? Nee, ik zie hier nooit zo'n busje, nee. Maar ik wil maar zeggen, het openbaar vervoer is voor een bejaarde in Nederland, hoe fijn het ook allemaal geregeld is, helemaal niet aangenaam. Los nog van het in- en uitchecken. Ja, dat is nog weer een heel ander. Ja, je kunt je kaartje niet vinden. De strippenkaart hebben ze niet meer. Of het werkt niet. Ja. Nou, er is altijd wel wat natuurlijk. Ja, ik ga ook even een slokje nemen. Sorry dat ik weer even ben afgedwaald, ja. Het is niet anders. Het zijn allemaal van die enorm interessante thema's waar je je leven lang wel eens iets over had willen zeggen. Dit is ook zo'n punt waar je nooit zegt iemand van ja, dat is allemaal hartstikke lollig dat openbaar vervoer en laten we het vooral stimuleren. Daar ben ik helemaal niet tegen. Maar het is voor bejaarden een praktisch onmogelijke taak om dat te doen. Ja, in de COVID-periode zie je wel dat veel meer mensen een occasion hebben aangeschaft. Hè? Dus... Ja, en een hond. En een hond, ja. Dat klopt, een huisdier. Ja, ik hoop dat het met al die honden goed afloopt, eerlijk gezegd. Waar waren we gebleven? Bill. Nee, we waren al met Drees begonnen. Ja, kort Drees. Laten we een paar leuke Drees anekdotes doen, omdat die ook in allerlei opzichten indicatief zijn voor het soort van man wat hij was en het soort van minister-president wat hij was. Hij heeft natuurlijk gezorgd als minister voor de start van de AOW, Algemene Ouderdomswet. En het algemene ouderdomspensioen wat we in Nederland kennen, de zogenaamde AOW. Daar is eerst een voorlopige regeling getroffen in de jaren 40, maar dat was al een wereldwonder. Tal van mensen, ik heb oudjes horen zeggen toen hoe dankbaar ze daarvoor waren. Voor een belangrijk gedeelte ook de reden dat heel veel mensen Drees enorm dankbaar waren. Al moet je daar natuurlijk in feite de hele regering dankbaar voor zijn. Dat heette toen ook trekken van Drees. Hij trekt van Drees. Ik weet niet of die uitdrukking nog gebruikt wordt. Maar je zei toen niet van ik heb AOW. Maar je zei ik trek van Drees. Of hij trekt van Drees. Of zij trekken van Drees.
de AOW. Ten slotte is dat definitief geregeld in 1958 door minister Suurhoff, als ik het wel heb. Het is een hele wonderlijke en fantastische regeling. Eigenlijk zouden we daar veel dankbaarder voor moeten zijn dan we eigenlijk zijn. Ik heb het vaker gezegd, volgens mij, Duitsland heeft geen AOW. Wij hebben een hele behoorlijke AOW, algemene ouderdomsvoorziening in dit geval. Als je met z'n tweeën bent, is dat, ik weet niet wat het tegenwoordig is, iets van 1500 in de maand. Ja, kun je daarvan leven? Nou, dat is ook schaal, maar heel veel Nederlanders hebben een betrekkelijk klein pensioen erbij. En dan, zeker omdat dat fiscaal niet zwaar belast wordt, niet waar, heb je toch een redelijk standaard inkomen als bejaarde. Dat is lang niet overal in de wereld het geval. Nee. Waarom kwam er in die tijd, wat gebeurde er in het politieke landschap dat ze toen daarmee dat kwamen? Dat waren allemaal ideeën die eigenlijk al in de jaren 30 ontwikkeld zijn, of al eerder ontwikkeld zijn. Dat er natuurlijk iets gedaan zou moeten worden aan de onderkant van de samenleving. En die eigenlijk na de oorlog toch ook wel enigszins vanuit die vernieuwingsimpuls, we gaan het anders doen dan we in dat enorm suffe interbellum hebben gedaan, waar eigenlijk helemaal niets is uitgekomen, zoals totale stasis, een stilstaande poel water, je weet, stilstaand water, dat gaat enorm snel stinken. Dat was het probleem eigenlijk. Dus na de oorlog kon dat. En ja, het wonder was natuurlijk dat na de oorlog die economische groei ook het mogelijk maakte om een verzorgingsstaat op te tuigen. Er was geld voor. Er is nog steeds veel geld voor, maar we hebben het er vaak over gehad, om ruimzinnige reden besloten dat die weer afgetuigd moet worden. Hier is het kerstboompje volgehangen met ontzettend leuke ballen. En zo, en nu vinden we dat er erg veel ballen in hangen. En nu kan het wel wat minder. Met hele vervelende gevolgen voor die mensen aan de onderkant van de samenleving die niet zelfredzaam zijn. Dus die twee moeten we niet los. Die kun je niet loszien. Economische groei en invoering AOW. Ja, met die economische groei maakte natuurlijk vrijwel van alles mogelijk. Het was zo stort. Niet alleen luxe voor de individuele Nederlander natuurlijk. Denk aan die auto's. Hè. Of denk aan de televisietoestellen. Eerst was er in de straat bij ons alleen meneer Derks had televisie. Maar af en toe mocht je bij meneer Derks gaan kijken naar de televisie. Nou ja, dan vrij snel komt eind jaren 50. Komen er steeds meer televisies. Denk begin jaren 60 heeft vrijwel iedereen een televisie. En dan, nou wanneer was dat? Ik denk ook ergens in de loop van de jaren 60. Ik geloof dat in 64 kon je ook kleur op je scherm krijgen. Werd er ook in kleur uitgezonden. Ik denk ook dat 64 voor het eerst Nederland 1 en 2 kreeg. Dat was ook al een revolutie natuurlijk. Eerst had je maar één zender, Nederland 1. En die begon ook betrekkelijk laat. Of nee, die begon om 7 uur of zo. Maar die was ook al vrij vroeg, was die weer afgelopen. En toen kwam Nederland 1 en 2. Waarop Rudy Karel, die hebben we later naar Duitsland geëxporteerd. En ja, wij vonden hem niet zo geestig, maar de Duitsers vonden hem ongekend geestig. Duitsers hebben totaal geen gevoel voor humor, dus Rudy Karel was daar een enorm succes. Maar Rudy Karel zei ooit, ja, het was wel jammer dat we nu twee Nederlandse zenders waren, want de echte gezelligheid was nu weg. Hè? Want kijk, als er maar één zender is, heeft iedereen hetzelfde gezien. En dan werd toen natuurlijk flink gekeken. Ook dat is minder geworden. En dan heb je eigenlijk één gemeenschap die dezelfde beelden heeft gezien. En dan kun je de volgende dag bij de koffieautomaat die er nog niet was, kun je daar dan een gezellig gesprekje over voeren. Ja, ja, voor de populisten zou het eigenlijk één zender, als ze ergens voor zou moeten ijveren, dan zou ik zeggen, ijver voor één Nederlandse zender. Schaf al die andere zenders gewoon rücksichtloos cancelen. De cancelcultuur is allemaal rommel, dus weg daarmee. Dit is een idee voor Thierry, voor zijn forumland. Ja, voor Thierry, want op zijn eiland, wat ik hem nu al reeds toegedacht heb, kan hij natuurlijk ook een eigen televisiezendertje beginnen. Nou, denk, dan moet het eiland wel zo groot zijn dat je het niet gewoon zonder zender ook al kunt bereiken, al die volgelingen. Het gaat hem volgens mij, hij is natuurlijk gek op volgelingen, dat is het eigenlijk. Hij wil dat er volgelingen zijn, dat er mensen die hem naar de ogen kijken, die hem bewonderen. Die zeggen, ja Thierry, je bent een genie, het rijmt niet voor niks op genie, Thierry het genie. Ja, het is een komische vertoning. Hij heeft al zijn journaal hè, op YouTube, dus hij kan die zo doorzetten. Hij is een groot komisch talent. Zoals vaak dit type van
denk aan Boer Koekoek, heeft misschien een van de allergrootste komische talenten die Nederland heeft opgeleverd na de Tweede Wereldoorlog. Dat is een uniek. Zijn een paar politieke uitzendingen van de Boer Koekoek. Ik hoop dat die nog eens verzameld worden op een cd. Dat is cabaret op een niveau wat geen enkele cabaretier ooit heeft weten te bereiken. Drees, daar hebben we het nog steeds over. Hij is nog steeds minister-president. En ik zal twee anekdotes vertellen die ik wel ken over hem. En dat is de eerste anekdote, vond ik altijd erg geestig. Dat de KLM opende een nieuwe lijn op Lima. De KLM is overigens ook zo'n typisch naoorlogs mythisch bedrijf. Met de oude Plesman natuurlijk. En nergens had je zo'n fantastische luchtvaartmaatschappij als wij in Nederland hadden. We hebben ook altijd gezegd, het is de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Achteraf gezien natuurlijk is het natuurlijk een brokkige firma geweest. Ik bedoel, hoe vaak het niet slecht ging met de KLM. Het gaat altijd slecht met de KLM, tot het heel even goed gaat. En dan, ja, ik heb nooit gezien wat het fijne is van een echte Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Maar goed, ik ben ook wel benieuwd hoe... Nee, laat ik niet weer opnemen. Mensen zeggen altijd, als ze in het buitenland zijn en ze komen dan in het vliegtuig van KLM... Dan, ook al zijn ze in het buitenland, ze voelen zich eventjes alweer thuis. He, dat vertrouwde blauwe gevoel met die dames in die pakjes en hoe aardig ze zijn. Allemaal blond meestal. Ja, ik heb dat nooit gehad, dat gevoel. Ik heb wel degelijk chauvinistische gevoelens, maar die hebben niets met de KLM te maken, kan ik je ontzeggen. 0,0. Waar dan wel mee? Het Nederlandse klimaat. Het mooiste klimaat ter wereld, naar mijn idee. Natuurlijk het Nederlandse landschap in het bijzonder westen. Ik geef niks om dennenboompjes en zo, maar zeg maar het rivierenlandschap. Wat kunnen we nog meer verzinnen? Nederland heeft een bijzonder interessante geschiedenis. Wij zijn nu sterk genormaliseerd. We zijn nu gewoon doodgewoon een klein West-Europees land. En lijken allemaal min of meer op elkaar in allerlei opzichten. Maar dat wordt wel eens gezegd, dat is ook wat terecht. We zijn een soort Scandinavisch land wat naar beneden gezakt is. Ik heb zeker wel gehoord, gelezen, dat Denemarken nu van plan is om zijn immigranten elders onder te brengen. Wat is dat toch een ongelooflijk godvergeten, kleinzielig, klote land, dat Denemarken. Ja, je denkt dat een gezellig land, Denemarken, een fijn land, leuke Denen, hè, met dat leuke Kopenhagen, met al die gekleurde geveltjes. En het is een dichtgetimmerd klote land. Goed, dit nog terzijde, mijn liefde voor Denemarken. Ik ben er nooit geweest, maar ik heb eigenlijk in de afgelopen 20 jaar niets gelezen over Denemarken, wat ik ook maar in de verste verte als positief kon waarderen. Dat land is ingrijpend ontspoord naar mijn idee als morele propositie. Anders, die Zweden hebben daar beter gedaan. Daar hebben ze ook wel spijt van, maar toch, die hebben het beter gedaan. Daar gaan we naar Drees. De KLM opent een lijn op Lima. En de KLM had leden van het kabinet uitgenodigd om gratis mee te vliegen naar Lima. Je begrijpt het, eerst naar Lima, enkele dagen in Lima, een duur hotel en dan weer gratis terug. Nou, daar zeg je geen nee op. Dat. En zeker niet in de jaren 50 natuurlijk. Maar ja, ze moesten natuurlijk wel. De ministerraad die vergaderde vrijdag. Dat was toen al net zoals dat nu het geval is. Maar ja, dus ze zouden dan op vrijdag niet aanwezig zijn in de ministerraad. Dus ze moesten aan de president, de minister-president vragen. Ik geloof dat die met president wordt aangesproken in die vergaderingen. Of ze wel weg mochten. Dus ze zei, ja, we gaan een uitnodiging gaan naar Lima. Waarop Drees zei, hoezo gaat u naar Lima, u hebt hier kabinetsvergadering en u kunt mededelen dat u helemaal niet meegaat. U bent gewoon vrijdag, bent u gewoon hier voor de kabinetsvergadering. En dan was je maar zo goed dat je niet naar Lima ging. Dat zou nu denk ik toch wel anders zijn, hoewel geen mens tegenwoordig vrijwillig naar Lima wil. Ik geloof dat dit COVID-besmetting in Peru, dat is daar ook totaal uit de hand gelopen. En ja, er was een nieuw ministerie gebouwd. En dat moest natuurlijk, ja, dat moest meubilair hebben. En dat kwam ook ter sprake, merkwaardig genoeg, in de ministerraad. Degene die daarvoor direct verantwoordelijk was, de verantwoordelijke minister, zei, ja, er moest alleen nog nieuw meubilair gekocht worden. Nou, zei Drees, dat hoeft helemaal niet. Ik weet nog een hele zolder waarop oud ministerieel meubilair staat. Dat gaan jullie maar ophalen en dat zet je maar in het nieuwe ministerie. Kijk, dat is... Hè?
ik heb ook altijd me afgevraagd waarom overal van dat dure meubilair moet staan. Ja, wij kregen ook op het instituut ineens hele rare stoelen en tafels. Die waren zo gemaakt dat als je een hernia had, maar ja, lang niet iedereen had een hernia. Dus ik zou zeggen, maak dan een hernia vleugeltje voor mensen die je, nou, daar kun je dan duur meubilair neerzetten. Maar deze tafels die kon je per poot verstellen met een draaiwieltje en zo. Dat je denkt, kom dan rauw. Er was een journalist. Ik werk nog steeds aan een bureau van 15 gulden. Ja, er was een journalist die had bij de persconferenties van corona uitgezocht hoe duur de katheders waren die daar staan. Dat was nou enkele duizenden euro's. Volgens mij bijna 3000 euro per stuk. Volgens mij zijn er wel goedkopere kathedertjes te krijgen. Dit is hetzelfde als die gruwelverhalen over dingen bij de, van de Pentagon. Kijk, de leveranciers aan het Pentagon die weten ook wel dat het Pentagon niet waar een van de meest kapitaalkrachtige instellingen ter wereld is. Dus daar waren dan asbakken voor $200. En nou ja, echt de simpelste rommel werd aan het Pentagon geleverd voor gigantische bedragen werkelijk. Dat is tenslotte uitgezocht en uitgekomen. Alles komt altijd uit. Sorry Sievert, alles komt uit. Het is suf. Hey, je moet er van tevoren rekening mee houden. Ja, als ik ineens, nou ja. Laat ik nog een slokje nemen. Ja, dat was Dreest en Voeten uit. En ik denk ook dat, kijk, de hele atmosfeer in Nederland was de schouders eronder, de wederopbouw. Het ging fantastisch goed in economisch opzicht. Iedereen was bereid mee te werken. Er bestond natuurlijk een soort van, laten we zeggen, sociale vrede. Werkgevers, werknemers en de overheid werkte eendrachtig samen. In dit geval om bijvoorbeeld de lonen laag te houden, zodat onze concurrentiepositie in de export, dat die goed was. Ze zijn natuurlijk veel te lang, veel te laag gehouden. Dat was eigenlijk uiteindelijk niet zo'n verschrikkelijk verstandig beleid. Zodat de lonen tenslotte begin jaren 60 explosief ontwikkelen. En dan, nou ja, dan krijgen we al die problemen van de jaren 70. Maar goed, in de jaren 50 ging het fantastisch goed. En dat, ja, dat straalde natuurlijk ook af op de kabinetten die er waren. En dat straalde in het bijzonder af op Willem Drees. Zijn er ook, wat was de kritiek die hij te voortduren kreeg? Ik weet niet eigenlijk wat, of Drees eigenlijk veel kritiek te voortduren kreeg. Ik kan me niet herinneren. Dat we zeggen, je moet je wel realiseren natuurlijk dat Drees, kijk, Drees is nu een oeh. En ik moet zeggen, het is allemaal erg leuk, die GoPro-kamertjes, maar het leidt wel af, hè? Ja, dat is waar, maar dat is, jouw kamertje blijft het gewoon doen. Mijn kamertje die zegt, zit, camera is too hot. Oh. Dus hij is nu weer uitgegaan. Het komt dat hij niet in de luchtstroom zit, volgens mij. Nee, dat denk ik, ja. Ja. Het is natuurlijk heel gevoelig allemaal, die apparatuur. Ja. Al vind ik wel, die GoPro-kamaatjes, die zijn toch als je een sledentocht doet met sledehonden, dat je zo'n dingetje op je slee kunt monteren. En dan is het daar weer te koud natuurlijk. En dit zijn dingen die in feite onder alle denkbare klimatologische omstandigheden moeten functioneren. Ja, dat ben ik met je eens. Hè? Ja. Zal ik hem eens even vasthouden. Ja. We zijn ook hartstikke warm, joh. Ja? Ja, moet je voelen. Oh. Man, ik wil zeggen dat je een ei op kunt bakken, maar het scheelt niet nou, veel. Nou ja, ze zijn warm, ja. We moeten natuurlijk veel opnemen, ja. Hartstikke warm. Ja. Oké. Okay. Kijk, wat ik al zei, Drees had de tijd mee. Ik heb ook wel eens gezegd, een beetje kinderachtig natuurlijk, als ik in 1948 minister-president was geworden, ik was toen in precies een 5. En ik was daar 10 jaar geweest tot ik 15 was. Dan was het in Nederland waarschijnlijk ook heel redelijk verlopen. Ik weet niet of alle kabinetsvergaderingen dan leuk zouden zijn geweest voor met een wel bijzonder jeugdige president aan boord. Maar ja, dus je kon in principe zeker als je terughoudende begrotingen maakte, dan was door die economische groei, niet waar, was je steeds pek kopen. In die jaren. En dat is natuurlijk het grote verschil met Lubbers. Lubbers trad aan op het moment dat we ons inderdaad sociaal-economisch in de problemen bevonden. En zeker in het begin heeft hij dat in allerlei opzichten heel inventief weten aan te pakken. Dus Drees had de tijd mee. Hij had de tijdgeest mee. Maar dat neemt niet weg dat ik denk dat het een excellente minister-president is geweest. Ik wijs er ook op toen hij dit werd. Toen hij aantrad en 48 was hij volgens mij 65. En toen hij vertrok was hij 75. Nou ben ik ondertussen nog weer iets ouder dan dat. Maar het geeft aan dat je, kijk, tegenwoordig zijn politici natuurlijk allemaal piepjong. Althans in mijn ogen zijn ze allemaal piepjong vanzelfsprekend. En
Ik denk dat als je nu zou zeggen dat iemand zeer geschikt is om minister-president te worden, die bijvoorbeeld 68 zou zijn. Nou, dan krijg je al tobberige stukken in de krant, dat moeten we niet doen. En zo iemand, dat is 68, ik bedoel, dat dan begint Alzheimer's schema toch ook al een beetje rond te wapperen. Dus dat kan echt niet. Nee, ik zou zeggen, en dat geldt natuurlijk in allerlei opzichten voor veel Nederlanders. Als je normaal van lijf en leden bent, je hebt geen verschrikkelijke ziektes, dan ben je als bejaarde ook nog heel goed maatschappelijk bruikbaar. We zien het in Amerika natuurlijk, hè? Perfecte voorbeeld waar ze op oude leeftijd dat nog gewoon doen. Ja, Amerika is een beetje in de greep van een gerontocratie geraakt, zou je kunnen zeggen. Allemaal even oud natuurlijk, Joe Biden. Trump is ook van 46. Die Pelosi is ook al... Pelosi is helemaal iets nog ouder dan ik. Mitch McConnell, die boefachtige leider van de Republikeinen, die is ook 80 in de 70 volgens mij. Het is een... Ja, dat vind ik, deze collectie begint weer naar overdrijving te rieken. Dat je denkt van, ja, god, neem Obama, die was van 61 als ik het wel heb. Dus die was stukken en stukken jonger. Maar ik geef toe, dat is wel een beetje vreemd. Maar ik vind dat er in Nederland ook relatief eigenlijk heel weinig bejaarde mensen in de politiek zitten. Ik vind ook dat als er eens een maatschappelijke discussie wordt gevoerd, dan heeft dat zeker ten aanzien van de bejaarden vaak een licht kwetsend karakter. Ja, Thierry heeft natuurlijk Hiddema. Ja, maar goed, die is al lang dood, maar die weet op voortreffelijke wijze indruk te wekken dat niet zo is, dat die eigenlijk gewoon nog leeft. Waarschijnlijk op elektrische stroom of zo, weet ik veel. Dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar er was nu die rare discussie natuurlijk over de televisie. Ja, de televisie was allemaal voor oudere mensen, maar dus ze wouden echt televisie maken voor jonge mensen. Want er keken veel te weinig jonge mensen. Wie zei dat? Nou ja, de NTR. Oh. Dat is een hele discussie. Oh ja, met andere tijden en zo. Ja, precies. Ja. Precies. Die jonge mensen die kijken niet op de traditionele manier televisie. Ik zou zeggen, ik zie helemaal niet in wat het probleem daarbij is. Dit is wonderlijk genoeg een discussie die A, nogal kwetsend uitvalt voor de ouderen. Zo van ja, die ouderen die zitten thuis te slapen op de bank, die kijken zo totaal oninteressant. Wat kan ons die stomme ouderen schelen? Hè? We moeten blitsjong volk. Dat is allemaal door de advertenties gestuurd. Hè? Want dat... In het advertentieland heerst de mythologie dat mensen tot, ik geloof, een 49ste maken ze nog keuzes ten aanzien van de consumptie. En daarboven blijven ze gewoon de hele rest, hoe lang ze ook leven, blijven ze hetzelfde merk theezakjes gebruiken. He, nooit dat ze zeggen, oh, hier is een ander theezakje of zo. Nee, tot je 49 zeg je regelmatig, dan laat toch wel eens even die bosvruchten thee proberen of die... Of die oude sokken thee, of nou ja, want dat is ook gruwelijke uitwas. Hè, die theesoorten, dat je zo'n hele bak voor je neus krijgt. Hè, en dat je de grootste moeite hebt om binnen 10 minuten er een te vinden die een normale thee te vinden. Dit ook de zaakjes. Dat was dus Drees, die had er tijd mee en wordt denk ik door de meeste mensen nog steeds beschouwd als... De meest opmerkelijke en de beste Nederlandse minister-president. Hij is natuurlijk langzamerhand al flink geklopt op laten we zeggen, tijdsduur, zittingsduur. Want nu krijgen we na Drees, tenslotte valt het laatste kabinet Drees. Daar speelde toch ook wel een rol in die enorme welvaartsontwikkeling. En dat met name de conventionele en de VVD toch vonden dat het misschien wel handig was om van de sociaaldemocraten af te komen. Maar natuurlijk toch in essentie conservatieve partijen. Je ziet dat ook nu weer. Laat ik het nog één keer zeggen. Ik heb het nog nooit gezegd. Nou, ik heb het vaak gezegd, maar... Kan iemand mij ooit eens uitleggen wat het CDA met het christendom te maken heeft? Dat zou ik dolgraag... Kijk, de VVD doet er niet moeilijk over. Die zegt ook niet dat ze christelijk geïnspireerd zijn... of dat ze anderszins warm menselijke gevoelens koesteren. Die hebben ze niet en ze hebben er nooit over gelogen. Maar het CDA, je gaat dus onder een christelijke vlag door het leven... Christelijk-democratisch appel heet het. En het is een van de meest onchristelijke partijen. Nou ja, misschien kunnen ze mij eens bellen van het partijbureau met een leuk essay
wat er voor christelijks is aan het CDA. Een door en door conservatieve partij. Dus ik heb nog een overgangsperiode Bill. Maar goed, Bill hebben we gehad. En ik moet je zeggen, Bill heeft mij nooit... Zelfs met de beste wil van de wereld kan Bill mij niet inspireren. Dus dan krijgen we het kabinet Te Kwaai. Jan Te Kwaai. Dat was een man van katholieke huizen, van de KVP vanzelfsprekend. Daar was toch wel allerlei discussie over. Want Jan Te Kwaai had aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een zekere rol gespeeld in een beweging die eigenlijk wel nationalistisch was, maar zich ook wilde accommoderen aan de Duitse bezetting. Dat lag moeilijk. De bekende historicus Geil heeft nog eens een artikel geschreven, interessant genoeg, dat naar mijn idee iemand als Te Kwaai absoluut niet het recht had, het morele recht had om minister-president te worden. En dat artikel werd vreemd genoeg geweigerd door de NRC, als ik het me goed herinner. En is tenslotte in Vrij Nederland verschenen. Dat is ook een lastig probleem. Kan dat of kan dat niet? Ongeveer terzelfde tijd, ietsje later, had je Kurt Georg Kiesinger in Duitsland. Die is bondskanselier geweest, niet lang, maar toch. En die was lid geweest van de NSDAP. Dat kun je nou van Jan Te Kwaai nou ook weer niet zeggen. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen zich Te Kwaai alleen nog maar herinneren van het lied van Wim Kan. Lijmen Jan, lijmen met z'n allen, nu het nog kan. Ik ben geen zanger en ik weet niks van tekst. We monteren het even in, we zoeken het even op en dan... Dat kun je dat lied van Wim Kan. Lijmen Jan, lijmen met z'n allen. Lijmen tot je niet meer kan en dan maar carnaval. Lijmen Jan, lijmen Jan, lijmen met z'n allen. Lijmen tot je niet meer kan en dan maar carnaval. Ja, er was een huizencrisis en tijdelijk was het kabinet demissionair geraakt, maar tenslotte is het weer gered. En dan krijgen we een heel interessant kabinet, het kabinet Marijnen. Ja, ik heb verder niet zoveel met Jan Te Kwaai. Was het een goede minister-president? Ik heb er wel eens wat over gelezen. Hij was niet een doorbijter of een hele gedecideerde leider. Ik begreep uit dat verhaal dat Schmelzer, een up-and-coming talent uit de KVP, dat hij vaak in de kabinetsvergadering meer praatjes had dan de minister-president. Dus dat lijkt mij ook niet uitgesloten. Al zou ik er direct bij zeggen, ach, Jan Te Kwaai was zeker geen slecht mens. Leek wel een brave man eigenlijk, maar niks bijzonders. Wat op zichzelf natuurlijk weer een heel aardige conclusie geeft, namelijk dat je in Nederland ook minister-president kunt worden zonder dat je eigenlijk iets bijzonders bent. En de volgende, namelijk, daarvan kunnen we toch zonder enig probleem zeggen dat het niet veel bijzonders was. Dat was namelijk Marijnen. Die zullen denk ik vrijwel iedereen zal Marijnen zijn vergeten, neem ik aan. Ook van de KVP. Marijnen, het kabinet Marijnen valt, heeft het termijn niet afgemaakt, die valt over de omroepwet. Ja, dat was nog een hele kwestie hoe we dat gaan regelen. Of misschien toch commerciële televisie moesten krijgen, of juist nog weer niet. De omroep is in Nederland altijd een heel gevoelig punt geweest, tot op de dag van vandaag. Want je weet, veel mensen denken dat de omroep links is. Ik lees ook vaak op de sociale media dat ik een goed betaalde propagandist van de NPO ben. Dames en heren, en ik moet u enorm teleurstellen als u uit deze branche, als u even luistert hiernaar en u hoort mij spreken. Ik word niet goed betaald door de NPO. Sterker nog, als u echt vlot rijk wil worden, zou ik u niet aanbevelen om een carrière bij de televisie te starten. Het aantal mensen wat echt glorieus betaald wordt bij de tv is vrij beperkt. U kunt wel eventueel een productiemaatschappij beginnen. Onze meest succesvolle televisiepersoonlijkheden zijn meestal mensen die matig betaald worden met het televisiewerk wat ze doen, maar die erin geslaagd zijn om hun eigen programma's te produceren of zelfs ook andere programma's te produceren. Kijk, daar kunt u aan verdienen. Ik geef u maar een tip.
Maar is dat, waar komt het dan vandaan dat mensen denken dat die Van Rossum, oh, die zit daar bij de tv en die zit in de slimste en de Van Rossum? Ja, dat ken ik. Je hebt ook van die mensen die zo een beetje naast je komen staan en dan op zo'n lichte fluistertoon zeggen van, die tv dat schuift zeker wel lekker, hè? Ja. En dan heb je ook nog een hele brigade zeg van, lekker en wijven zeker ook wel. Hè? Ja, het is een soort van totaal onbegrip. Ze hebben een soort mythische wereld in hun hoofd van hoe het bij de televisie is. Ja, het heeft wel iets vermakelijks over zich natuurlijk, maar nee. De NPO heeft ook niet een specifieke ideologische richting. Dat kun je met de beste wil van de wereld kun je dat niet voorstellen. Behalve in die zin dat daar, laten we zeggen, het programma, het idee dat je beter niet kunt laten vaccineren, inderdaad niet populair is. Maar dat is heel goed te begrijpen natuurlijk. Ja. Maar als je op het Mediapark komt, inderdaad, dat is niet, daar ga je niet voor je plezier naartoe. Zullen we dus rondrijden? Nee, dat is sowieso vreselijk natuurlijk. Daar is ook weinig nagedacht om het een beetje aantrekkelijk te maken. Het is ook een heel vervelend soort van parkeren. Nou ja, dat moet ik erbij zeggen wat betreft uw verdenkingen ten aanzien van de NPO. Ik doe nooit iets voor de televisie als ik niet per taxi word opgehaald of per taxi word teruggebracht. Ik vind het wel een beetje het minimum wat je kunt. Wat, nou, je zou nog naar John de Mol natuurlijk kunnen gaan. Daarvan zeggen ze. Ja, dat zou ik nog kunnen, ja. Maar John de Mol heeft mij wel eens gebeld. Ik heb dat verhaal wel eens verteld. Hij had een ontzettend leuk ideetje voor mij. En toen heb ik hem uitgelegd dat ik daar niet zoveel voor voelde. En toen zijn wij heel amicaal van elkaar gescheiden aan de telefoon. Ja. En hij had daar wel begrip voor mijn standpunt. Dus. Ja. Er zijn bepaalde presentatoren die beloont hij door zijn paard te geven. Hè? Dus die krijgen dan. Een paard. Nou moet ik je zeggen, dat voor mij zou het krijgen van een paard zo'n beetje de grootste straf zijn. Een beetje te vergelijken met dat afgesneden paardenhoofd in The Godfather. In The Godfather. Zoiets, zelfs een levend paard zou ik niet. Ja, maar je kunt dan iets pakken wat binnen jouw interessegebied. Nee joh, ik heb helemaal geen ambities meer. Ja, iemand. Maar dan moest ik nou de vraag beantwoorden of ik nog een bucketlist had. He, dat vind ik ook al, het woord bucket is in dit verband ook zo een beetje ordinair toch. He. En dat mag bovendien van je zus, want het is Engels. Een wensenlijstje. Een wensenlijstje, ik heb nog wel een paar wensen, maar god, als ik nou straks doodval en ik heb ze niet gerealiseerd, dan lig ik absoluut niet wakker van. Eerlijk gezegd ben ik redelijk tevreden over het leven, ja. Wat staat er dan op het lijstje nog? Oh, ik heb nog wel de ambitie om per trein overigens niet met het afschuwelijke vliegtuig. Ik heb een ontzettende hekel aan vliegen, moet ik zeggen. Om per trein alle Europese hoofdsteden te bezoeken. En dan daar gedurende enkele dagen in een comfortabel, maar vooral ouderwets hotel te logeren. En dan die dagen te gebruiken voor een bezoek aan het aldaar hopelijk aanwezige Nationale Museum. En als ik dat gezien heb, dan maak ik nog een wandelingetje door de stad. En dan ga ik op weg naar de volgende hoofdstad. En een heel aantal hoofdsteden heb ik al gezien, plus het museum. Dus het gaat om hoofdsteden waar ik nog niet geweest ben. Oslo bijvoorbeeld. Of, Finland, Helsinki moet ik nog zien. Ik heb de drie Baltische Republieken wil ik ook nog wel eens doen, eerlijk gezegd. Ik heb begrepen dat die steden toch vrij aantrekkelijk zijn om te zien. Ik moet Hamburg nog doen. Ik heb verder een hoop gezien in Duitsland, maar Hamburg moet nog, ben nooit in Hamburg geweest. Ja, een hele mooie stad. Ja, waarom? Nou, we kunnen weer idem dito, Frankrijk, ja, Parijs, daar ben ik natuurlijk vaak geweest. Maar ik ben nooit in Bordeaux geweest, dus misschien nog eens wat. Of in Rennes, of Lyon rij je doorheen en je bent altijd dolgelukkig dat je weer die afschuwelijke agglomeratie verlaten hebt met die Route du Soleil. Maar ik zou nog wel eens in Lyon zelf willen. Dus nou, dat is het zo'n beetje. De Europese hoofdsteden. Ja. Ik weet even niet hoe laat het is. Hoe laat moet je eten of ga je eten? Ik heb 6 uur thuis. Oh, het is nu 4:06. Oh, dan gaan we nu. Ga ik nu weg. Oké. Ja, dames en heren, ik ben dus niet een goed betaalde propagandist van de NPO. En we zetten onze discussie over de minister-presidenten volgende week voort. Met Victor Marijnen, die het er niet lang heeft gezeten. En die eigenlijk vrijwel iedereen is vergeten, neem ik aan. Maar die later nog een verdienstelijke burgemeester van Den Haag is geworden.
Maar goed, het is etenstijd. Zo is dat. Nog één dingetje, dat hoorde ik ergens binnenkomen. De Tweede Wereldoorlog. Die moeten we even onthouden. We hebben nu dit... Nee, de Tweede Wereldoorlog. Ja, of we die een keer uitgebreid willen doen. Ja, dat wil ik heel wel doen. Daar verheug ik mezelf ook op. Niet zozeer om de verhalen, maar het is natuurlijk wel interessant wat er allemaal gebeurd is. En nou, dat kunnen we dan later nog doen na China. Ja, dat is goed. Ja, nee, dat zal ik doen. Super. Goed, wat ga je eten? Ik geloof met frieten. Oh, lekker. Ja, je weet, een week zonder friet is een verloren week. Een zinloze week die in het leven niet bijgezet hoeft te worden. En doen die dingetjes? Knippen, hij doet het nog steeds. Oké, okay. Ja, kijk. Ja,